Wat een Ja, mannetje. Ja, nou, dat is Challe zeker. Hoor. Hebben die billen wel eens niet van Challe gezien? Ik denk wel hey, van alle tonnen. Hij valt hem in de los derrière. Oké, okay, sorry, sorry. Maar de boezems van het hart zijn de atriums. En de prematuur betekent te vroeg. Ja, is goed. Ik rij met de Volvo, rijden we breed op de baan. Dus. Ja, dat klinkt cool. Oh, ik rem ook niet, hij ook niet. Oh, geweldig. Ik denk, kan hem inhalen als ik door rood rijd. Ik zat eigenlijk de chat te lezen, dus dat ging goed. Scania voor de win, joh, boys. We gotta go, man. Nee, jongen, lekker Volvo'tje rijden. Ja. Ik heb er wel een paar Kooiman zit voor me. Ik rijd echt al Volvo, ga hier ook Volvo rijden. I'm blue, dabba dee dabba die, 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 dabba dee dabba die. Gaan jullie voor de boys? Ik moet hier naar rechts. Ik rijd echt al vol voor, ga hier ook vol voor rijden. Kom op, naar achter. Ja. Sorry, maar ik rijd vol voor. Nou, even lekker voorop rijden hier. Dat weet je, maar jij hebt mijn auto gezien bij het starten. Ik ga even ze lekker voorrijden nu. Zo. Luister even voor jou. Niemand die haalt geen hulp meer in. Ja, is goed. Ik word er maar 1200 kilometer, jongens. Ja, als je maar een buffer van, dan kan ik kwaad. Als er een keer inhalen, snij je af. Ja, ik beuk die gasten van aan de kant die me net inhalen. Ik ben er klaar mee. Luister, als jij in één zit, niemand haalt hem meer in. Punt. Maar ik nu chromo in. Hé, hey, Mark mag wel, Mark mag wel. Ik wel, maar ik beuk hem ook niet terug. Sowieso, Bas, super! Deze mensen rijden gevaarlijk, gehad. Deze mensen rijden heel gevaarlijk. En ik had ook B. Hij had ook B, hij had hem ook goed. Lekker man. Snijden jullie af, ja, ik hoor je. Ik altijd doorheen lezen. Als ik een donatie voor heb, moet Charles er altijd even doorheen praten. Dat is zijn hobby. Typisch. Ja, dat is echt helemaal zijn ding. Typisch, Charles. Ja, nee, jeetje, Mine, ik moet helemaal gaan slingeren hier om die gasten buiten me te houden, man. Ja, luister, ik rij op links. Nee, die donkere kakvrachtwagen. Ja, dat bedoel ik. Ik rij op links. Ja, maar daar ben jij niet. Kakvrachtwagen achter jou en oh, nee, maar broccoli komt erbij. Die willen gewoon in je kont erin zitten. Ja, en daar heb ik een bloedhekel aan, dus ik zeg opbokken. Ja, daarom zet ik de mijne op links en daar haal ik jou niet in. Oké. Okay. Ja, nee, lul. Ja, sorry, ik was even aan het typen. Sorry, het spijt me. Maar als jij naast me rijdt, is perfect inderdaad. Ik zal even remmen. Zo. Ja, dat hadden we dus met de bordrijder kunnen we naast communiceren rijden, met de maar kijkers. Bas nogmaals, super. Zal ik anders op de rechterbaan rijden? Top of the day, thank you very much. Ja, en ik check je TikTok uit, man. Ik check straks je TikTok uit. Dat is very nice. Slaap lekker alvast en geniet van je week. Het is nog relatief lekker weer deze week, dus ik zou zeggen geniet ervan, want het is niet meer zo heet als eerst. Voor mij krijgen we regen. Nee, het is gewoon droog. Ja, in game misschien. Mark leeft in een game. Ja, oké, okay, in een game, oké. Okay. Oh. Wordt tijd van horrorwinter. Ja, dat is. Nee. Ja, nou ja, ik zou wel weer. Alleen om mensen te blokkeren. Dat is cool. What the fuck is dit? Dit is gewoon een vrouwenspel. Oké, okay, dit is een race. We zijn een race naar Polen aan het doen. Ja. Of nee, naar Bulgarije. De Volvo die nou rechts naast jou rijdt. Ja. Die helpt ook mee. Alleen okay. Die oranje die niet. Oké, okay, dan. Nee, die gaat hem ertussen zetten, die Volvo. Nee, die Volvo die hoort erbij. Daar ben ik met de boordradio bezig. Oké, maar hij mag niet op de vluchtstrook rijden. Straks krijgt hij een ban. Dat zou zonde zijn, toch? Nou ja, dat moet hij ook maar zelf weten. Maar bewaken we hier de weg goed? Ja, dat doen we. Ja, als het niet wordt gereport, is er ook niet echt heel veel aan de hand. Wat is de langste maand van het jaar, jongens? Dat is wel een leuk weetje, dit. Danny, jij ook. Wat is december. Ja, ik snap het, maar ja. Ik heb hem gelezen al, dus dat okay. Kan ik niet zeggen. Danny, wat is de langste maand van het jaar? Ik ben nog nul keer gebeld. Juni. Oké, en wat zei jij, Mark? December. En jij, Monkey, of lees jij de chat? Lees de chat, dus ik weet niet. Oké. Okay. Het is oktober, weet je waarom? Ah, nee. 31ste van oktober heb je en de klok wordt een uur teruggezet. Dat is waar. Dus hij leeft dat laatste weekend. Grote kans dat hij niet hoort. Dus dat is nice. Ja. Wat bedoel je achter de PV in de titel? Wat? Wat doe je achter de PV in de titel?
point of view. Nee. Oh, dat moet PC zijn. Dat moet achter de PC zijn. Ik moet je zo meteen rechts. Mijn titel is al de hele tijd verkeerd de hele avond. What the fuck doet hij, jongen? Met verkeerde titel rondrijden. Top, top, top. Studio zonder bloemen. Dankjewel voor je donatie. Ja, die oranje, die oranje. Die snijdt me ziek hard af. Ja, nog een grote crash hier zo. What the fuck, jongen. Dankjewel, Studio Zonder Bloemen. Je bent ook een baas. En dat zei je ook al terwijl je doneerde. Dus je had het waarschijnlijk over jezelf. Dat je jezelf wel gewoon echt een ding... Ik moet eigenlijk even een plaspauze houden, jongens. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Zullen we de volgende stop eventjes stoppen? Mm-hmm. Ik gewoon midden op de snelweg, man. Nee. Dat kan echt niet, hoor, Monkey. Oh, even. We doen dit echt heel serieus, dit spel, hè. Oh. Ja, jij wel. Maar Studio Zonder Bloemen, thanks. Dankjewel voor je support. Ik moet zo voor een knop instellen trouwens in Teams. Kan ik gelijk even tanken dus noods? Ja, dan kun jij even tanken. Tanken. Oh, die gasten gaan rechts, dat is wel nice. Later! Haha, so long, fucker! Ja, die van mij heeft nog wel iets meer. PV is persoonlijk personal vrachtwagen, ja. Vrachtwagen rijden, maar dan achter de persoonlijke vrachtwagen. Ja, zo moet je het lezen. Oké, het moest PC zijn, oké. Ik heb het niet. Ik ga denk ik wel naar de dichtstbijzijnde stad die op deze weg zit. Goede reis nog. Oké, nou slaap lekker, jongens. Dankjewel, het goed was heel erg gezellig. Ja, we hebben elkaar niet gezien, dus dat is leuk. Ja, nou, dat is een klein stukje. Het begin bij Amsterdam. Dat heb ik je gezien, oké. Okay. Ja, maar daar was het wel een beetje dat ik in de kudde. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik ga hier even naar de reparatie. Ja, hetzelfde, man. Yo. Ja, veel plezier. Goeie reis naar bed. Ja. Nou, we zijn toch in de buurt. Ook geen dingen die Monkey ook niet doet. Ik ga even naar de reparatie toe. Ja, ik zag hem ook. Maar we gaan als het goed is naar de slaapplek. Kunnen we die bocht wel halen? Ja, dat is goed. Ah, het is wel heel mooi, zou ik zeggen. Sorry, Mark. Thanks. Ik zie een tankstation. Studio Zonnebloemen, dankjewel voor de 3 uur laatste ding. Very much. Ik ben doorgereden. Oh, jij wil. Maar ik zie wel een slaapplek, dus daar ga ik even heen. Ja, ik ga naar het tankstation dan. Lekker, man. Studio Zonder Bloemen. Ik vind dat jij baas bent, dus jij bent baas. Nee, jij bent baas. Oh, dan ga ik stilstaan hier, dat is niet zo handig. Dan ga ik hier even een tukje doen. Weet je, dat kan gewoon. Weet je, we moeten het een beetje serieus doen. Als ik moet pissen, dan moeten we pissen zwaar. En dat is wat we nu gaan doen. Ik ga vast even keren, dat is wel chill. Want dan moeten we hem even netjes parkeren, weet je wel. Zo doen die vrachtwagens. Oh, paaltje! Oh, ho! Oké, probeerde ook even netjes te parkeren, dat is goed gelukt. Oké, achteruit. Oké, oh, die kant op, zo. Nu deze kant op, snel. Oké, ik denk dat ik nog eventjes opnieuw mag doen zometeen. Want dit ging niet helemaal goed, jongens. Ik moet even inkomen, oké. Even om die paal heen, let's go. Even recht. Zo. En dan eventjes zo hierheen. Oké, en dan gaan we nu achteruit. Oké, let's go. Professional vrachtwagen rijden, Chromo. Ik heb een drankje pakken zo. Maar ik ga het even in de sup. Oké, niet tussen de lijntjes, want ik pak gewoon 2 parkeerplekken in. Dat vind ik gewoon cool. Oké, nice. We gaan gewoon midden op de streep staan. Ja, dat is gewoon juist goed in parkeren voor mij, oké. Kak. Die even aanzetten. Zo. Kunnen die mensen me allemaal ernaast parkeren? Leuk. Ja, die staat ernaast. Kunnen we zo de hele rij zien. Ga ik heel even snel pissen, jongens. Ik ben zo terug. We zitten in server 1-2. Ik zeg niks Duits. En Studio Zonder Bloemen, thanks, man. Be right back. Niet weggaan. Concert. Oh ja, ze was in één keer druk. Nou, op. Ja, ga zo eens een rangetje met jullie. Even de soundpack eruit. Ik heb nog wel een raadseltje. Nou. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Welke maand heeft 28 dagen? Dat snap ik ook niet helemaal. Februari. Allemaal. Ach. Ah. Allemaal. Ik ga even aan de kant staan. Ja. Ja, het zal ik een stukje door. Ik weet.
Ja, ik heb nu even gauw wat aangepast, dat ik tenminste even de microfoon van Tiefik uitzet. Kallen, rijden jullie door. Let's go boys, back in the game. Prr, prr, prr. Zo, iedereen rijdt hier lekker door elkaar. Het ziet er wel gezellig uit dat iedereen zo staat hier. Oké. Okay. Here we go. Ik ga weer verder, jongens. Ik ga weer rijden. Oké, okay, pas op. Is goed. Ik ben weer terug, ja. Waar zijn jullie? Slaapplek, toch? Links. Oké. Okay. Hotzee. Klats hem even ervoor langs. De ballen! Zo, vol gas. Dan rijden we in ieder geval Jalle. Op de eerste plek, weet je wel. Hou in de gaten. Oh, Eén oranje oranje Scania, die loopt de hele tijd te beuken. En al. Wat? Jij staat hier. Hou daar rekening mee. Mag invoeren? Die Teddy. En... Knal hem er maar in. Andere. Money, 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 money voor de Cowboys! Money! Thanks! Dank je. Ja, heb je handen was? Yes, yes, yes. Rustig. Mijn handen zijn nog nat zelfs. Ik moet niet uitwijken. Mark Vinken, dankjewel voor de 300 donatie, man. Dankjewel. Chromo, je bent echt een verse baas. Dikke lof naar jou. Nou, zo vers ben ik niet meer hoor. Ik ben al een paar jaar over de datum, zo maar zeg. Maar dankjewel voor je donatie. Rob Teller uit geen naasje. Hartje? Nou, dan vind ik ook hartje in de chat voor Teller Vinken. Weet je, we give love and we love back, oké? Okay? Ik sta achteraan. Wie wel is? De kinderen? Nee, die ken ik al. Kinderopvang is, oh, dat is zo bekend, die grap. Ja, komt er nog eentje naast je. Maar het is wel een leuke, dat is dan niet te min. Ik ga mijn truc nog wel een keer pimpen, maar niet vandaag, jongens. Weet je, I don't know, man. Misschien dat ik dat in een video of zo moet doen, gewoon. Want dan kan ik dingen tussenuit knippen en rustig aandoen. Hey, dan kan je wel beter in offline doen. Ja, dan pimp je hem in offline en dan rij je in online. Ja, yikes! Nee, jongens! Yikes! Como, ik wens jou heel veel succes. Ja. Want ik jij zit op je grens zeker? Ja, ik zit op mijn grens. Hé hey, jongens, heel veel succes in het nieuwe gedeelte. Ik blijf hier. Wat is er dan? Ik kom niet meer verder. Nee. Dan kun je echt niet meer verder. Succes. Ja, maar hij heeft de laatste DLC niet. Hij heeft wel meerdere, maar net die laatste heb hij niet. Maar wacht even, dit is een goeie, hè? Deze week vind ik wel leuk. Hoeveel kanten heeft een bol? Gewoon zo'n wereldbol of een bol? Oh, die weet ik. Nee, wacht, denk ik zeggen dan. Nou, brandweer, hoeveel kanten heeft een bol, Danny? Brian zit er in de... Monkey. Nou, weet je niet. Money, 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 money voor de rugworst. Een binnenkant, thanks. Een buitenkant. Dank je. Ja, en een fabrikant. Oké, die fabrikant die kende ik niet. Nee, kijk, die hoort er wel bij, hè. Kun je nou een burn-out met die vrachtwagen trekken? Weet ik niet, Olle. Dat weet ik niet of dat kan. Zo zijn voor mij heel veel kijkers afgevallen. Hoezo? DLC niet. Oh, die hebben die DLC niet. Dus het is in één keer heel rustig hier. Ja, ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5... Nice. 5 staan. Nice. Studio Zonnebloem, dankjewel voor jullie donatie, dankjewel very much. Daar is de baas weer hoor. Jij bent de baas hier. Je bent dikke baas, gewoon keiharde dikke baas. Ik word zo ingehaald zeker, maar ik weet niet wie. Balkan. Ik heb alleen die nieuwste, maar die Balkan niet uit. Zeker. De Balkan? We rijden nu door de Balkan, hè? Nee. Die heeft niemand nog. Die naam nee, dat is een andere voor mij. Ja, die heb ik ook. Dat is ideaal. Geef mij die Balkan. Ik weet niet of ik hier volgens moet rijden, maar ik doe het wel. Ja, ik vond Balkan. Nou, douane. Oh shit! Oh, nee, ik ga even over met Tiefik. Gaat goed, geen schade. Ik kreeg wel een tik, maar het ging net goed. Kom op, kom op. Yes, go, let's go! Let's go, yeah! Pindakaas eten, yeah! Oh yeah! Oh yeah! Kun je die mensen aanrijden daar? Ik raad het niet aan om te doen. Oké, dan doe ik het niet. Ik denk het is leuk, weet je wel, wat mensen... Oh, dikke drempel in de weg. Holy shit, man. Oh, daar ben ik nooit veel echt fan van geweest. Oké, okay, gaat gassen. Goed. Lekker werken. Gas is alles, een rem is angst. Let's go. Gassen. Oh, dat is verkeerde gas. Oh, lekker, lekker. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ik YOLO! Hoppa. Kijk, dit gaat goed, hè. We komen hier M&M Live Trends handgranaten Joe tegen. Zijn wielen zijn van blokken. Ronde blokken, ronde vierkante blokken. Maar we halen hem in, we gaan hard, we hebben de vaart erin met de vlam in de pijp.
Ja, dit gaat goed hoor, dit gaat lekker. Ik hou hier wel van. We hebben de snelheid er nu in. Ik wil die man niet afsnijden. Dus ik krijg. Ik moet even volgens op de weg. Mark Vinken, dankjewel voor de donatie, man. Super bedankt ervoor. Ik zie hier weer die trailer staan, hè, maar ik zonder een belading. Seintje. Dat was lief. Zonder, dat was wel lief. Ik zie de lading staan, maar niet de vracht. Of de trailer. Oh, dat is niet handig, hè? Mark Vinken, dankjewel voor je donatie, man. Dat is geglitst. Oh, dat is wel balen. Nu dus voor mij, maar maakt niet uit. Oh, dan komt het goed. Nee. Ik was gewoon Tjall aan het uitluisteren, hoor. Dus dat is goed. Maar ik ga hem nu oplezen dan, ja? Ben je er klaar voor? Nou, vooruit. Yo, Chromo. Draagt je nu je merch tegen hybrid... Wat? Draag je nu je merch? Nee, dit is Levi's. Ik heet niet Levi. Dat is mijn broer, die heet Levi's. Die heeft dit shirt ontworpen. Maar ik, dat is niet mijn merch. Maar, of draag jij nu mijn merch? Yo, Chromo, draag nu je merch. Ja, jij draagt mijn merch. Kijk, dat is harde kaas, Mark. Dat is harde kaas. Dat is heel goed. Kun je tegen Hybrid zeggen dat hij een kippenboer is? Hybrid, als je dit kijkt, je bent een kippenboer. Oké? Okay. Is dat degene die kromen naar buiten in je achter jouw Hybrid ben? Brandweer, jij kan wel Hybrid stem op doen. Nou, er rijdt nou een oranje Scania achter je. Met een Goodyear trailer. Wat is dit? Okay. Hybrid. Oké. Okay. Hybrid? Oké. Okay. Bommeisje, kun jij Hybrid nadoen? Oké, nee, dan kan je wel... Is het de Chromo of niet? Nee, ook niet. Oké. Nou, de groeten, Hybrid. Dank je. Yeah. De groeten. Dat is cool. Als je een vrachtwagen gaat pimpen, doe er wel een dikke Turken van erop. Het lijkt wel een zo'n grote beugel. Maar anders lijkt me langs. Voor op pa-baas. Voor op pa-baas. Ja, er zijn die grote koeienvanger. Ja, er zijn... Ja... Noemen ze dat ook Turkenvangers? Oh, Wiebe, ja, die heb ik ook wel pakken. Het woord zegt het toch al? Ja, oké, die heb ik ook wel pakken. Die zorgen in de gaten. Turkenvangers. Ja, de rammer. Oké. Ja, maar ik neem aan dat je het niet erop zet om Turken aan te rijden. Of dat bedoelen ze er wel mee? Dat bedoelt hij denk ik wel mee. Dat vind ik niet zo netjes. Dan houden wij het op koeienvangers. Ja, ik zag je naam. Je hebt ook zwaailandbaan. We moeten geen mensen aanrijden, dat is niet echt handig. Maar oké, ja, we gaan er naar kijken. Wat heb ik nu dan? Even kijken hoor. Ja, dat is leuk. Je hebt nu een heel kleintje, zie je dat? Ik heb een heel kleintje erop. Pas wel bij mij, hè, een kleintje. Nee! Don't say that! Studio zonder... Okay. Wat? Huh? Studio zonder? In blauw? Net studio zonder bloem, maar nu zonder. Oké. Okay. Jij bent echt baas, man. Studio zonder. Dat is echt cool. En Mark Vinken, jij ook nog bedankt, man. Oké, ja, die platsen. Heb ik niet aan meegedaan. Yeah. Hi, mijn broertje is superfan. Kijk, dat is goed om te horen! Maar ik heb nou de racing Nee, ik heb alleen een lichte schade gepakt, maar voor de rest gaat het goed. Holy shit, ideaal. Er rijdt ook niemand meer achterna, jongen. Dat is ja, we bijzonder. Rijden een stukje verder. Dit is, voelt echt lekker gewoon om in je eentje op de weg te zijn. Road to 800 likes, kunnen ik we het halen? Ik heb alle, vraag maar, ik heb ook alle tuning packs, zeg maar. Nee, en heb ik heb een accessory pack. Ik heb een Logitech G29 stuur. En die is chill. Nee, maar ik ga ook niet voor de paintjobs, dat is bijna niet de moeite waard. Ik heb wel alle banden tuning, maar die paintjobs vind ik het niet waard. We zijn not alone hier. Dat is goed. Kijken of we deze bocht vol gas kunnen pakken. Ik denk het namelijk wel met 90, dus we gaan gewoon kijken. Linksaf, rechtsaf. Dit gaat goed. I'm back, boys. Papa, super smooth, man. Super smooth, dat is super smooth. Yo. Goede Clans en K. Wat haai jij? Een andere. Waarom is Duitsland goed in Clans? Er wordt lastig, dus één baan. Hun kampen zaten al vol. Schilder. Clans of Clans? Ik was 800. Oh, we hebben de 800 likes gehaald. Oké, nou dat ging dan best wel snel. Dankjewel daarvoor iedereen. Maar snel? Nou, 850 dan. Kom op, 500 mensen, 800 likes. Kan 1% of 5% is een rotonde. Moet ik remmen! Oké, gaat net goed. Oké, even een stukje curb meepakken. Dat is goed, weet je wel, de Apex. Even meepakken. Dus ik ben Max Verstappen in dit, weet je wel. Ik heb ook pedalen, ja, daar rijd ik op. Chromo, wanneer je de zeep op de grond laat vallen... Even afsnijden. Is de grond dan... proper of de zeep dan vuil? Kan je eens een beetje inlopen? Ik denk dat het Belgisch is, want ik snap dat niet. Sorry dat ik je liet crashen. Wat? Ik motordefect. Oh shit. Ah, je hoeft niet altijd per piek precies te reizen. Mag oké, is dat schoon of... Ja, dat is een moeilijk inderdaad. Ah, nog een rotonde. Hoeveel kilometer moeten we nog? Ja, een beetje op de
reden. Ik moet nog 865. Dan is gewoon de grond proper, hè? Oké. Dat kan niet anders. Waar ga je heen dan? /fix. Nou, we fixed the car and we drive now very fast. Krammo, kan je straks in Frankrijk gaan rijden? Nou, dat duurt namelijk anderhalf uur. Vuile kontenbeuker! Dus dat heeft nu geen nut meer. Nee, dat gaan we vandaag niet rijden. Want zo'n ritje duurt zeg maar echt een aantal uur voordat je bent. Daarom vindt Danny het ook zo leuk spel. God, zo leuk zullen jullie hebben op die vrachtwagen. Het is echt een grote map, zullen we maar zeggen. Wat voor geluid, joh. Gaat iemand mij inhalen of niet? Is doorgetrokken. Ja, maar ik heb ook retardant bij. Wat gaat hij doen? That's the question. Nee, ik denk dat hij er netjes achter blijft. Nee. Man, dit is een eindje rijden nog. 400 kilometer nog. 476 kilometer. 855. 496. Yay. Ja, John, door naar Turkije. Ja, ik hoor dat ik de stream zelf ook aanstaan. Nice. Ik ben blij dat wij naar... Ik stond dus op de twee kanaal te praten, dus. Ja. Waar, hoeveel moeten wij nog? 500? Hoe lang duurt dat nog, denk je, Mark? Half uurtje misschien. 20 minuten, denk ik, kwartiertje. Ja, Mark 89, mag ik je passeren? Dus, hé, mijn worst. Laat maar zitten, laat maar zitten. Komt? Oh, komt er een Afrika DLC? Nee. Er komt wel een Spanje DLC. Ah, eerst... Nee. Ook niet bij Europa, hè? Ja. Hoe kan nou weer Spanje Siberia heten? Nee, Iberia. Nee, Iberia. Oh. Je kan gewoon naar Rotterdam rijden. Ja, dat kan. Maar ik wil iemand weer inhalen. Ook naar Dordrecht misschien. Kan niet, Dordrecht-streep. Je weet het nog, die heeft het niet bekendgemaakt. Oh, zo. Nee, ja. Nee, maar het lijkt me wel vet om door Marokko te kunnen rijden en zo in Egypte en alles. Dan zou de game echt vet zijn. Egypte kan je al heen via ProMod. Dat is Afrika. Dat is ja, echt een eind rijden, hè? Mij lijkt het wel vet om een keer echt zo'n grote rit te doen, hoor. Dat kan je doen. Je kan met ProMod schuiven naar IJsland tot en met Egypte rijden. Alleen werken externe vrachten daar nog niet. Ja, maakt niet uit als je maar een vracht hebt, toch? Klopt. Maar een Afrika DLC zou vet zijn. Ik zou best even op safari met mijn vrachtwagen willen gaan. Zo okay, wel. Ja, ik zag wel. Gooi hem voor de leeuwen. We gaan met Ari op safari. We maken een biesbos tochtje met een boot met 5 pk. Doe dat wel met worst. We gaan... Dat zal binnenkort heb ik nog niet zo geprobeerd. Zou dat veranderen? Ik weet niet wanneer ik de TV ga muten en wanneer ik in Boeing een Duitse vorm. Oh, die gaat niet echt doorrijden. Hoor. Die houdt zich een beetje aan de snelheid. Hele vette penis, Challe. Rekker! Ik had het over die van jou niet hoor. Ik had het over die van Danny. Ja, het probleem is, okay. Ik heb geen zin in de vrachtwagen. Ja, dat is goed werk, hè. Af en toe even lekker in de vrachtwagen rijden. Gewoon chill, gewoon even lekker chill. Links, links, lekker links. Toeren, weet je, dat is cool. Hebben de kijkers nog wat meegemaakt deze afgelopen week? Naar Nederland, naar Marokko zou 3000 kilometer zijn. En drift in de Sahara, ja, dat zou ziek zijn. Ja, dat is altijd minder. En naar Marokko rijden lijkt me wel vet. Maar als de kijkers nog wat leuks mee hebben gemaakt... dit is Eurotruck Simulator, jongens. Eurotruck Simulator. Dat is wat we spelen. Nou ja, scheelt wel. En het is lekker rustig op deze wegen, dus dat is wel nice. Ik kan nog wel even doorkomen, nog niet te tanken, dat scheelt. Ik kan nog 300 liter of zo. Ja, dat is wel relaxed, dat mensen niet helemaal deze deals hebben. Oh, ze gaan tanken. Eén gaat tanken, dus misschien dat we door kunnen. Kijk, en je leert rijden met mobiel in je hand. Remmen, chill voor in het echte leven, dit. Ik leer zeg maar met bier rijden. Lekker man. En rijden, dat leer je gewoon zo met dit spel. Daar oefen ik, hè. Ja, ik ga een keer afremmen. We gaan bij de tweede afslag om te tanken. Ik klats hem even met 90 over een voetgangspad heen. Wow. Dat is ook nice. Wat is het verschil tussen Ethiopië en Duitsland? 80 kilo. Nou, rijdt gewoon mooi dan. Je rijdt helemaal vooraan, of niet? We gaan naar Bulgarije. Nou. Hier komt wel een aardige slinger weg, dus ik hoop dat ik dit al met 90. Ik kan maximaal 90. Ik zou een paar tanken, is er niet. Maar Kromo is een heel tijd voor. Hij is vol, want hij had die beunhaas daar voor ons. Ja, ik heb nog maar... Holy shit! Dan krijgen we nou voor mij een tunnel of zo. Oké, gaat goed. Hallo, oh, nou, gebeurt altijd blijven gassen! Hey, die... Kijk, ah, dit noem ik nou gewoon. Heb ik nou een signatiefpiek of niet? Is wel leuk deze, ja? Ja, hoi. Oké. Leuk, ik ga even mijn eigen stream terugkijken hoe ik. Vol die bocht miste. Oh, dat ging allemaal net goed zo. Nice. Ja, ik heb wel wat crap, man. Ik heb een externe lading.
Ik had liever eigenlijk, maar dat wou niet. Kom op guys, 900 likes. Ja, die 900 likes kunnen ook nog halen. Holy shit jongens, jullie zijn geweldig. Dank ik denk dat toch een stream dat ik nooit echt wat misschien een microfoon. Maar ja, likes zijn goed voor het algoritme van YouTube. Als die veel likes heeft, dan gaat toch YouTube zeggen van, nou, dit is een leuke video. Dus als jullie mijn video's liken, help je me er indirect mee. Ik heb mijn enkel geneest. Ja, oh, dat is niet chill. ATS2 maps, heb je een eigen trailer gecustomized? Oh, nee, maar dat zeggen we nooit te hard op, want anders gaan alle kijkers. Moet ook een keer zo'n club starten, zo'n VTC. Ja. Kunnen mensen die dan joinen ook? Oh, wij gebruiken altijd ATS2 maps. Oh, boy, scheppenbol. Vanavond. Ja, maar, oké, maar kun je dan mijn club starten? Ja, gewoon voor jou. Oké, ja, dat is cool. Zo moet ik. Ik heb echt een mooie. Ik wil even een originele naam. Kijk eens, dan kunnen we wel een mooie naam erin gooien. Ja, bedenk er even een, kijkers. Dan gooi ik vanavond even nooit online. 9-11 likes, dit is de beste ooit. Dat gaat niet om. Nee, niet World Trade Center. Nee, de Porsche. Oké. Okay. Ik vond het ook een lullige datum dat ze die gekozen hebben om het erin te vliegen. Dat schaadt toch een beetje de. Ja hoor, maar het zit om dus ook over TeamSpeak te praten. Dus kun je even moeilijk om steeds te switchen. Even kijken. Oh, Gres! Hé, hey Mark, zijn we hier gisteren ook niet langs gereden of was jij er gisteravond niet bij? Gisteravond. Tjalle, nee. Volgens mij, je herinnert je wel heel veel dingen. Nou, ik heb het gevoel dat ik deze haven met Born toen heb hier gereden. Was dat zondag? Dat is een paar dagen terug, denk ik. Gisteren zijn we hier niet eens geweest. Zo ziek zijn iedereen met dezelfde truck en trailer toeren. De Kontklatser Club. Chromo Transport. De Kontklatser Club, dat vind ik wel mooi. We moeten nog zo'n transportgroep aanmaken, een keer. Ja, daar hadden we het over nu, ja. Kontebatsers, zegt eentje. Kontebatsers. De pijppiloten. Danny, jij hebt altijd wel goede namen. Ja. Daarder. Danny, gooi, klats er eens even een lekkere naam in. Corona Transport. Nee, dat is toch golf. Coronatech. Oh. Junko Transport. Gewoon de tech crew. Danny, jij hebt altijd goede inzinkingen. Oké, Bormeister, jij hebt altijd hele goede woorden. Ik gebruik die dingen aan vooraan. Ik vind het zo irritant. De achterbaksels? Ik vind het geen gezicht. Het moet iets funziger hoor, iets grover. Bloot spekbillen, ja, dat is onze oude natuurlijk voor GTA. Ik vind het altijd zo, het is een raar beeld in je weg. Ik moet goed nadenken. Vind ik. De billenbonkers transport. De billenbonkers transport. Ja, dat is heel. Maar ik vind die vaantjes vind ik gewoon niet op het raam geplakt. Nee, vind ik niet mooi. Transgender. Transportgender. Het is moeilijk hoor. Het is echt serieus moeilijk. De tarotklatsers. De tarotklatsers. Willem Palen BV. Barneveld Transport. Is dat wat? Ja, Barneveld Transport. Klinkt weer zo cliché. Gewoon zo. Ah. Weet je, het moet een naam zijn dat als iemand die naam ziet en die is ook Nederlands, dat hij echt gewoon denkt van oké, dit is best wel geinig. Gooi dan een polletje op je Twitter, desnoods. En gewoon Chromo Tech Transport. Oh. Chromo Transport. BV. Wat? Ik moet wel deze kant op. Oh, ik kreeg even eentje verkeerd. Hartklepklapper. En zonen. Groentek Transport krijg ik door. Wacht even. En zonen hebben heel veel vrachtwagenbedrijven. Hè? Dus en zonen. Romotech en zoon? Nee. Ik heb geen zoon. Ja, kan toch. Ja, dat kan, maar dat heb ik niet. Ik vind het moet echt grappig zijn. Als je kijkt, dat je denkt van, ja, dit is leuk. Gewoon een komische kaknaam. Nee, dat Paul is het niet. En zo'n trans BV. Oh, jongens moeten zo rechtsaf om de bocht te politiek maken. Politiek correct, Chromotech ik ben niet politiek correct, nee. Dat moet je bij Ties zijn. PVV Transport. Nee, jongens, veel beter gewoon Jack BV. Nee, Jack heb ik niet eens meer, dus wat moet ik met Jack? Huh? Nee. Vaders en zonen. Gewoon vaders noemen. Transport vaders en zonen. Hey, BMX transport? Nee, dat is niet echt grappig als iemand dat leest, hè. Blote kont billen transport? Harde billen transport? Beukers transport? Wat? Beukers transport. Ja. Transport.
Heukenstransport? Transport, Heukers, de hangende tilbal. Transportbedrijf De Hangende Tilbal. Als je dat ziet, dan moet ik lachen als ik dat tegenkom. Transportbedrijf... Transportbedrijf Het Slappertje. Het Slappertje? Transportbedrijf Het Hangende Tilballetje. Dat vind ik toch wel een lekker naakjes. Wat is? Dan denk ik wel van die gast heeft wel goede Ik weet het. Viagra BV. Oh ja, er zit leuke tussen. Hij stijgt snel. De stijgende stijgers. Hij stijgt langzaam, maar remt snel. Ik hou mijn mond, ik ga even koffie. Ja, even koffie. Je gaat koffie maken om wat? Om 10:15 s'avonds? Ja? Waarom? Voor een lekker Wienermar lunch. Ja, maar dan kun je toch helemaal niet slapen? Jawel. Ik kan wel slapen als ik koffie heb gedronken, maar ik doe maar al mijn ogen dicht. Ik draai even 3 keer rond en ik word gewoon 's morgens vroeg om 7 uur weer wakker. Dan pas, dan ben ik al, man, ben ik al op mijn werk. Ik ben even de stoeprand aan het kussen hier, ook. Ik zit nog steeds wel een sportnaam te bedenken. Transportbedrijf Het Lekke Bandje. Transportbedrijf Brokkenpiloot. Brokkenpiloot? Brokkenpiloot. PVV aanhangers. Ja, ik wil even van jou weten. Danny, jij hebt altijd mooie namen. We moeten PVV aanhangers. PVV aanhangers. De Marvel trailers. Transportbedrijf Het Lekke Bandje. Marvel trailers. Ja, ik vind hier Het Lekke Bandje. Pony Park Slagharen. We doen het gewoon Pony Park Slagharen. Dat gaan we doen. Pony Park Slagharen, oké. Okay. Ja, of de hangende tilbal. Two boys, one truck. Ja, die doen we. Two boys, one truck. Oké. Okay. En zonen. En zonen. Ja, NZN. Okay. Moet je wel goed schrijven, hè, met hoofdletters en zo. Kun je dat nog later aanpassen als je het fout hebt gedaan? Denk het wel. Oké. Okay. Even kijken naast. Ja, dat is goed. Two boys, one truck. Leuk zo, die namen. Kijk, zie, daar wou ik gewoon even Danny ervoor hebben. Dan is het gewoon goed in één keer. Goeie sidekick. Ja, dat is gewoon nice. Oh. Lekker rustig, toch? Hoeveel kilometer moet jullie nog eigenlijk? 250. 600 in voordeel, minder gebeuk hier. Stop ik heb erin voor de inspectie, bij het dichtstbijzijnde weegstation. Nou ja, ik zeg altijd, waarom moet iedereen altijd zo voor Chromo rijden? Alleen maar omdat hij YouTuber is, maar ze willen echt op zijn reet zitten. Jezus, worden we keihard gebeukt. Ja, maar één iemand met me meerijden, die beuk was nog vol gas. Hoeveel pech kan je hebben? Ja. Uw voertuig verkeert niet in de wet door de vereiste technische staat. Nee, vind je het gek als er net een Oompa Loompa tegen me aanrijdt? Geloof me, die worden nooit gehanteerd. Hebben ze altijd schijt aan. Zo, hij is gefixt. Oké, bitches, let's go. Je ziet al dat het later wordt, potverdikkie. Sorry. Duidelijk wordt geen vroegertje, nee. Two girls, one truck. Is het gelukt? Ik ga vandaag de stream aanmaken. Yes! Wanneer ga je hem aanmaken, man? Na de stream. Oh, na de stream, oké. Dus two girls... Nee, wat was het? Two boys, one truck. Ja. Nee, wat was het ook alweer? Two girls, one truck. Nee, two girls, one truck. Hey, two boys. Nee, Danny, we hebben je weer nodig. Two girls, one two cup boys, is het toch? Oké. Ja, officieel wel. Two girls... One. Ik vind toch, Greenweed Transport. Dat is ook wel een leuke. Greenlee? Greenweed. Ik ga Transport. Geen green in mijn naam doen, dat kan gewoon niet. En wiet is altijd groen. Daarom. Nou, Weed Transport. Nee, dan kun je beter Weed Transfer doen. Transportbedrijf high hoge sferen. Ja, dan kun je net zo goed transseksueel doen. Transportbedrijf De Nachtclub. Transportbedrijf het openstaande wuifje. Transportbedrijf Het Klapdeurtje.
Nee, we zijn klaar. We hebben 2 boys, 1 truck. Dat is goed. Ah. Mensen smokkelen bij de benen. Dat is ook wel leuk geweest. Asian Tours noemen we het gewoon. Wij de benen transport. Wat rij je weg? Oké. Okay. Peppy en Koki. Koki transport. Transportbedrijf kijkt niet achterin. Nou, we zijn Donald Ruck. Met Mickey Wouse? Ik krijg door Blunders transport. Die is ook wel Ik grappig. Ben Mickey Wouse, man. Hey, man. Ik ben Mickey Wouse, weetje. Helemaal leep, man. Oké, ja, dat kan wel. Ja, ik vind transportbedrijf het vijfde wiel ook wel, het lekker bandje ook wel leuk. Ja, jongens, nou kunnen we de 1000 likes ook wel halen, hè. Kijk, als we dan met zoveel topkijkers kijken... Transportbedrijf Brokkenpiloot. Dan moet dat ook lukken, zou ik zeggen. Zegt al genoeg eigenlijk. Voor trouwens, maar we hebben bijna de 1000 likes. Wie, oh wie, gaat die 1000ste liker zijn? Nou, dan is meer transportbedrijven beuken. I like it, oké, okay? When you do that. Oké, dat is goed. Als ik de 1000 likes haal, stop ik. Dus ik zou zeggen, like even allemaal hard. Nee, dat is niet waar hoor, ik stop niet. Dan moet je even de GTA stream terugkijken, Gaming 50. Aan het begin. Ah, die kunnen we ook nog een keer onthouden voor het volgende bedrijf. Transportbedrijf, het beukentje. Het beukentje. Ja, maar dat ligt te veel voor de hand. Ja? Als ik 2 boys, 1 truck zie, of ja, eigenlijk 2 girls, 1 truck zie... Dan moet ik gewoon lachen als ik dat zie rijden. Dan denk ik gewoon van ja. Girls of boys? Ja, ik denk girls, gewoon de originele titel. Oké. Ik vind het ook wel leuk, dat is gewoon cool. We hebben 1000 likes! Yay! Woehoe! Yeah, boy! Yeah, I'm an open fighter! I'm making next guy look like an actor! Wat? Wat zei je? Nee, ik zei, ik ga eens kijken. Ik kan niet hoe lang een titel kon zijn. Oh, dat komt binnenkort wel. Ja, zo lang kan hij wel. Oh, kan nog 800 kilometer. Minister Grapperhaus en zijn zonen. We kunnen ook gewoon 1,5 meter eten. Gewoon bumper kleven to the max. Bips transport. Tips? Ja, bips. Oh, bips. Ja, maar dat is niet echt grappig, toch? In the butt transport. In the butt. Nou, jij is in met 7 accounts geliked. Olle... Wat ben je weer geweldig. Ja, ik heb ook vandaag. Niet gelijk pack. Normaal gesproken. Ik heb wel een zin hoor, als je even doordenkt. Ja, we hebben toch een mooie? Kronen, Frontholder, ik heb eigenlijk alle packs. 2 girls, 1 truck, dat is gewoon lekker. Abdul Klapstoel en zijn zonen. Transport. Abdul Klapstoel. Ik vind die niet de moeite waard. Woeboy. Moet je de vorige stream even kijken, Witse? Oké? Daar zeg ik het. Transport het lange pookje. Het net te lange pookje zou ik het dan noemen, weet je wel. Oh shit, wat scherpe bochtwerk hier. Hoppa! Ja, transportbedrijf 3 mm. Ja, maar we hoeven toch niet meteen jouw lengte en dikte erbij te halen, Tjalle. Ja, ik denk wel. Ja, het is zelfspot, het is grappig, maar. Foesnek jou... BV, oh nee, wacht, die is al in gebruik. Sjaak, trekhaak. Is Foesnek al in bezet? Ja. Door Born. Zo, leuk. Money voor de Rugbos. Money. Thanks. Dank je. Pannenkoek, dankjewel. Heb je de kat verkocht aan de Chinees? Je hebt de vorige stream gekeken. Ja. Een mooie skin is, en daarna wel zelf opgegeten. Hè? Dus ik heb hem gewoon laten klaarmaken, in stukjes laten hakken. En ik moet heel eerlijk zeggen, 2 jaar oud, was nog redelijk, 1,5 jaar oud, was nog redelijk mals. Was ik ben niet doen. Van de te kosten. Het is een aanrader, koop een kat en eet hem op, jongens. Nee, maar dat dus. En als je het wil weten, de vorige stream heb ik het uitgelegd, dus dan moet je die even kijken. Ik ga niet elke streamer een hele preek uitleggen voor dat soort shit, weet je wel. Daar heb ik geen zin in. Ja, nou, hoeft dan... niet bij oh man, het is super chill. Hoe maakt een Ethiopier muziek? Door met een stok langs zijn ribbenkast te glijden. Oh nee, dit kan echt wel. Dit kan ook echt wel. Een Ethiopier in een boom. Laten we kijken waar de wind staat. Via de borstkast van zijn broer. Ah nee, dit is het. Ja, ah, maar nee. Heb je mijn vrachtwagen goed gezien of niet? Wat is moes zijn lievelingseten? Ik weet niet eens wie moes is. Ik heb zo'n Ravenpack skin en dan voorin de flesjes in de vorm van de vleugel van de vogel. Maar Monkey, hoe is je verjaardag? Nee, voor op de voorgril. Stil. Monkey, ik denk dat hij aan het drinken is. Ja, Monkey, vieze verjaardag, gemute. Ja, ik ook. Ik heb alles, zoals ik zeg, alle tuning packs.
Ik heb de wielenpack, ik heb nu ook de vlaggen voor de ramen, die heb ik al even niet getest. Of ja, hij ligt in een hoekje te hunken. Oh, ik heb ze nog niet gekeken, ik krijg hem weer van iemand cadeau. Hanke. Hanke. Hey, thanks. Dank je! Oh. Kom maar bij. Wauw. Hou wel mee, die gast achter mij ook mij kan volgen, die heeft ook rijskills. Kasper Speek, thank you very much, man. Welkom bij de stream. Oeh, dat ging maar net goed. Mee racen. GTA, ik weet dat je er alleen bij bent, maar dankjewel voor je donatie. Kromo en zijn billenmaatjes transport. Is goed. Een beetje... Oh, ik krijg een zetje. En ik beuk dat even. Leuk. Die man achter mij, die moet wel even iets opletten, want... Hé, hey, waarom is het dan... Hé, hey, als ze continu in uw reet zitten, waarom is het geen... waarom is het dan geen... Gay porn. Nou, ik kom niet aan even kijken, dat vind ik niet wel. Nee, ja, weet ik ook niet, brandweer. Dat weet ik ook niet. Maar dankjewel, Kasper Speek! Het gaat niet rijden. Thanks, dankjewel. Bofkom. Druk hem door de doordouwertjes. De doordouwertjes. Ik leg op mijn kop. Kasper, thanks man, dankjewel. Kromo is een billenmaatje transport. Je zou het bijna zo noemen, maar het gaat. It's okay, okay. We survived. Pannenkoek, dankjewel voor de donation. Ah, dan zal ik dadelijk eens kijken, wat ik kreeg net een melding van het Pauper YouTube. Oh, je kreeg weer geen melding van de Pauper YouTube. YouTube is wel lekker bezig bij jou altijd, hè? Jij krijgt gewoon nooit meldingen. Ik denk dat gewoon niemand meldingen krijgt. YouTube haat mijn kanaal. Je wil gewoon dat ons kanaal kapot gaat hier. En dat we hem allemaal kaart kapot... Maar we gaan niet kapot. We gaan gewoon lekker door. We hobbelen door. Yo. Haha. Al 5, 6 jaar keihard knallen. Dit is het 6e jaar alweer volgens mij. Dus 6 jaar non-stop. Elke week stream en video's. Very nice. I like it. Ik ben wel eens 1 week ertussenuit geweest. Dus ik lieg wel. Ha blue, dabadi. Hema worsten en Junko's BV. Ja, nice. Ah, Junko klappen. Junko BV is wel een leuke naam. Hey, dank voor je ook. Curry carrot. Oké, even een vrachtwagenchauffeurs feitje voordat ik de donatie oplees. Lekker brandweer. Lekker brandweer. Hier, een vrachtwagenchauffeurs feitje. Wow, even een beetje remmen trouwens, wel handig. Wist je dat een chauffeur ongeveer 15.000 keer toetert in zijn leven? Weinig. 15.000, dat vind ik veel. Het lijkt me alleen maar minder worden met die regels van 320 euro boete als je toetert onder. Ja, maar ja, als je nagaat dat je gemiddeld... Wow, wat was dat? Brandweer. In de auto zitten. Boerenkool. Ja, oké, okay, maar wow. Dan toch. Hoeveel liter denk je dat ik getankt heb? Oké, okay, ik ga doorrijden, want die gas beukt mij. Nee, valt mee. Hoeveel liter? Ik denk 120, 200. 759 liter. Oh, nou, dan kun je er even mee door. Ik ben in Pleven. Ik ben in Pleven. Barnevelders for life! Dankjewel voor je donatie, jongen. Applausje en hartje in de chat voor Barnevelders for life. Laat me raden. Dit is een Barnevelder die nu naar neer. Hey, Kromo. Barnevelders for life weer hier. Weer? Oh, ja, je was gewoon eerst die... Ja, oké, okay, ik weet het al, ja. Hey kerel, zoals ik altijd al zeg, je bent echt goed bezig. Oh shit, ik rijd er een paal aan nu omdat ik dit lees. Je moet echt doorgaan. Wanneer ga je een mooi liedje maken? Ik weet nog niet wanneer ik een mooi liedje ga maken. Vaak in de winter begint dat weer te kriebelen en dan gaan we weer een leuk kaknummer maken. Dus misschien ergens in de winter dat ik weer een leuk liedje ga maken. Moet alleen nog even een leuk thema bedenken. Dat is even lastig, maar we verzinnen wel weer een keer wat. Ik heb alweer een beat hier al in daar liggen, dus we kunnen weer wat leuks gaan maken in de toekomst. Ik weet alleen nog niet wat. Schippen mag ik Jonker klappen hebben we natuurlijk in februari uitgebracht. Nou, dat was leuk. We rijden rood, ik weet het. Maar ik zei, kan niet praten. Nobody's here. We moeten hier zijn. Holy crap, dat zijn een hoop vlaggen. Is te rustig voor in de server. Maar thanks a lot, man. Dankjewel voor je donatie. Doe een hartje in de chat voor Barnevelders for life. En ik ben toch blij dat ik dat kan zeggen, hè? Barnevelders for life. Dat klinkt gewoon goed, weet je wel. Gewoon als Barnevelders onder elkaar, gewoon dat te kunnen zeggen. Want ja, mensen die kijken nu wel de video en de stream. En die denken van, ja, maar wat is Barneveld? Dat is gewoon de mooiste en beste stad van de wereld. Ja, het klinkt heel stom, maar het is echt waar. Ja, dat is goed. Maar de chat op tv krijg ik ineens niet meer door. Oké, dat is wel chill. Ik heb gereden, we hebben 8000 euro verlies gedraaid. We hadden veel meer winst kunnen maken als we de ene rit niet af hadden. Of moeten slopen ondertussen. Tikke muziek aan ook. Dit is echt hardcore shit.
Wat staat er nou een vrachtwagen waar ik in sta? Ja, sorry. Oh, daar ben jij. Hoi. Ja. Kan ik hier door het hek heen rijden, denk je? Nee. Au. Nee, dat kan inderdaad niet. Hey, Plevenmarkt, we hebben echt serieus een eind gereden. Want inderdaad. Ik zal het even laten zien. We zijn vanaf hier ergens Amsterdam. Amsterdam helemaal naar Pleven gereden. Dan kunnen we binnenkort gewoon nog eens een keer een extra streampje. Kunnen we even een keer een Istanbultje mee pakken. Want we zijn nu al zo erg in de buurt. Dit is maar een half uurtje rijden of zo, denk ik. Iets meer. Dus dat is nice. We zijn in Italië geweest. We zijn echt op alle plekken geweest. Maar Tokio. Het zou vet zijn als die erbij komt in Portugal. Je kan er al een in Promots. Ja, ja, maar Promots gaan we een keer proberen. Maar ik zou toch nog verder Griekenland in willen. En dan met de boot naar Egypte en dat soort dingen. Dat lijkt me echt zo gaaf om te kunnen. Sorry, dus, Charles, dat hier aan poort. Dat moeten we gewoon een keer doen. Dat gaan we gewoon een keer doen. Hey, slaap lekker, Olle. Slaap lekker, jongen. Kan gebeuren. Slaap lekker. Slop lekker. Slop lekker, slop lekker, slop lekker. Hey, ik mute even, ik ga even de stream afsluiten. Dus tot zo. Is goed. Yo. Ja, hij gaat de stream al sluiten. Bedankt voor het kijken. Doe duimpje omhoog. Dat hebben jullie al gedaan, zo te zien. Dus ik hoef het niet eens meer te vragen. Jullie zijn toppers. Dankjewel voor alle support weer van vandaag, jongens. Echt waar, serieus. Dank jullie wel. Iedereen die erbij was, gezellig. Iedereen die er niet bij was, jammer. Iedereen die het duimpje omhoog heeft gedaan, thank you very much. Iedereen die heeft gechat, dankjewel voor de donaties. Super bedankt voor jullie support. Morgen, nieuwe Scum-aflevering. Dan gaan we nog even één aflevering kloten. En in die aflevering daarna gaan we met een nieuwe serie beginnen. Dus dan hebben we een eigen server. En daar wil ik ook gewoon, jongens, ik ga ja, weet je, mensen die veel kijken en dat soort dingen gewoon de kans geven om op, bij ons op de server te komen spelen. En dan gaan we gewoon niet elkaar meteen vermoorden en killen, maar dan gaan we eerst een klein beetje teamen dingen. En dan gaan we gewoon soort battles houden. Dat we afspreken van, op dat gebied gaan we iets bouwen, gaan we tegen elkaar vechten. Lijkt me een heel leuk concept, ook voor jullie om te kijken, dus dat is nice. Morgen komt een vlog om 5 uur. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden natuurlijk. Hè? Nieuwe vlog, dus is nice. Ik weet niet wat we in die vlog gaan doen. Volgens mij gaan we naar Ede in die vlog. En we hebben nog een vlog klaarstaan. We gaan naar Putten. Ja, ik heb heel veel gebmixt en gevlogd afgelopen dagen. Dus we zijn er maar druk mee. En ik vind het leuk om te doen. Dus dat is altijd een goede zaak. Dus ik wil iedereen heel erg bedanken weer voor het kijken. Dankjewel. Slaap allemaal lekker. Geniet van je week. Het is nu nog lekker weer, dus geniet ervan. En tot de volgende keer. Ik wil Kingors even bedanken voor het lekkere kontje. Ik heb iets van 30 minuten achter hem gereden. Nice, Yellowcraft. Ik heb je ook nog zien rijden. Nice, heel nice. Dus, everybody, thank you very, very much. En ik zie jullie snel mogelijk bij een volgende video, man. Tot ziens. Barneveld is een dorp, ja, maar het mag ook best een stad genoemd worden, zo prachtig mooi is het. Ja. Toekomstgamer, ja, ja, zo gaat dat, hè. Soms moet je stoppen. Anders blijf ik het hele jaar doorstreamen, dat is dodelijk.